Zeeën Visser mag het snel doen. Was niet in zijn recht omdat de bal niet stil lag. Ajax niet in het recht omdat de afstand van 9,15 meter niet in acht genomen was. Bakker geeft het voordeel aan Visser. Visser dan. Schrijvers mag voor het eerst in de wedstrijd bijna 5 minuten voor rust laten zien dat hij weer terug is. Schoenaker. Van Basten. Nulby. Olsen. Van de lijn gehaald. Door Wijnberg. Er was appel voor buitenspel van de kant van Olsen. Dat werd niet toegekend. Het was Wijnberg die op de doellijn redde voor NEC. Opening van Van Veen op Ophof. Lerby. Van Veen. Ophof. Lerby links. In het centrum Kieft. Schitterend Wim Kieft op zijn best. Hij is weer wat gaan leken op de Wim Kieft van het vorig seizoen. De opzet was ook goed van Ophof en Lerby aan de kant. Nek mag van geluk spreken dat het geen 3-0 is, want het was voor Ajax verdiend geweest. Willem Kieft. Mulderij tegen Van Basten. Van Basten kan verder. Strafschop. Van Basten op de solo tour. Mulderij is hij kwijt. Dan komt hij Piet Wijnberg, oud Ajaxie tegen. Net binnen het strafschopgebied zegt Bakker, het is een penalty. Klaar om in te vallen dan. John Siloy bij Ajax. En het is Marco van Basten die het veld verlaten mag. Net nog even na dat succesje van die strafschop. Edo Ophof had in de vorige thuiswedstrijd van Ajax succes met een strafschop. En mag het daarom vanaf 11 meter nu weer proberen. Tegen Schellekens. Blijft 2-0. Strafschop van Ophof. Schellekens kan hem keren ten koste van een hoekschop. Lerby. Olsen. Vanenburg. Siloy. Olsen. Olsen. En Kieft. Toch 3-0. En nogmaals verdiend. Jesper Olsen zette aan. Van hem kwam het schot. Opnieuw kon Schellekens de bal alleen maar tegenhouden. En opnieuw was Kieft ter plaatse. Hij scoort voor de tweede maal deze wedstrijd. Schoenaker met Lerby. Schoenaker. Lerby. Kieft geeft de tegenstander een zet. Krijgt hier de bal. En scoort. Willem Kieft zette buitenbeeld. Terwijl de voorbereiding van de treffer aan de linkerkant in de maak was via Søren Lerby. Piet Wijnberg stevig weg in het strafschopgebied. De scheidsrechter zag het niet. Toen was Kieft helemaal vrij toen de bal kwam. En was het meteen 4-0. Vanenburg. Achter neergelegd door Zeeën Visser. Die moet oppassen, want die heeft al een gele kaart. Vrije trap dan, Lerby. 5-0. Toch een straf voor NEC, die vrije trap van Lerby. Schellekens is kansloos, omdat de bal van richting veranderd is. De score loopt opeens snel op. Wijnberg, Hubers. Piet Wijnberg. Vivermans. En nog niet. Beste aanval van NEC. Opgezet door oud-Ajaxie Piet Wijnberg die hier dan toch iets wil laten zien. Vivermans krijgt de bal alleen maar over het doel van Schrijvers. Dat het Olympisch Stadion in Amsterdam.